Ja, goedemiddag en welkom bij PuLive. Het is vandaag 14 mei en dat is natuurlijk de dag dat het Songfestival van start gaat. Oh, met onze eigen Anouk en mijn persoonlijke favoriet uit Roemenië. Ik weet niet hoe die heet eigenlijk. Ik heb geen verstand. Wouter, die kwam mee. We hebben volgens mij een... Is het een clipje? What the fuck? Zo fout is het. Ziet eruit als Final Fantasy cosplayer. Ja, dat is Michael. Het geeft komt even met de goede opmerking. Oké, jongens. Oh, ik vond het catchy. Fantastisch, hè? Je gaat er kijken vanavond. Het is vandaag Do the Point voor Roemenië. Yeah. Dat begrijpen jullie wel. We gaan het vandaag hebben over de Oculus Rift, maar we gaan het ook hebben over de PlayStation 4, de nep reveal. Die het hele interwebs in bedwang heeft. Voor een uurtje of twee. Ja, voor een uurtje of twee. Iedereen had vrijstand door dat het een hoax was. Ja, helaas. Maar we beginnen natuurlijk met het nieuws. En laten we dan maar beginnen met... De Next Gen Xbox line-up van Peter Koelewijn, die een soort van vinger in de... Die nam de glazen bol van Jan even over. En precies, die, ja. Precies. Hij kwam met een heel lijstje met games die de Next Gen Xbox zou hebben. En een nieuwe eerlijk gezegd werd hierbij voor mij echt superveel het hele gevoel van dat... hoe noem je dat? De spanning? Precies. Ja, de hype. Ik begon er zin in te krijgen, weet je wel. Nu pas. Nu al. Nu heb je zin in de nieuwe Xbox. Heb je hem gelezen? De Nachtwacht. Nee, dat was het. De line-up. Ja. Nee, het is een feature die Peter Koelewijn heeft geschreven. Ja. Als je het nog niet hebt gelezen, met dan moet je naar PuLive even kijken. Naar pu.nl. En dan staat hij wel in de banner. Onder andere Halo 5, Rise, Forza Motorsport, een nieuwe Rare game, Fable, Gears of War, by the Goonies 2. Destiny, Assassin's Creed 4, ja. Wolfenstein, The Witcher 3, Thief, Evil Within, Call of Duty Ghosts, Watch Dogs natuurlijk, Dragon Age 3, Killer Instinct 3, Doom 4. Killer Instinct 3, juist. Mafia 3 ook nog. Ja, Alan Wake 2, GTA 5 natuurlijk. Heel veel vervolg hoor. Nou, al zal de helft maar uitkomen, dan heb je echt de meest fantastische launch line-up ever gewoon. Niet heel origineel, though. Het is heel erg deel 2, deel 8, 5, 6. Ja, maar ze kunnen natuurlijk nog wel met verrassingen komen. Maar ja. Het zouden geen verrassingen heten. Als geen verrassingen zouden zijn. Dat is waar. Goed, dan hebben we nog iets anders. Florian, jij kwam met Watch Dogs. Je krijgt tips van echte hackers, van een beveiligingsbedrijf. En het heet Kaspersky Labs. Ja. Oh, dat is zo'n bedrijf dat hackers inhuurde nadat ze zagen hoe goed ze konden hacken. Dus dan, Gebeurt dat wel vaker inderdaad met bedrijven. Vooral die bedrijven die worden gehackt, die gaan uiteindelijk achter de hackers aan natuurlijk. Ja. En als die hackers ook maar een klein beetje meewerken, dan heb je een kans dat die gasten nog worden aangenomen ook. Omdat het gewoon zulke slimme onder het motto, if you can't beat them, let's join. Ja, nou ja, echt letterlijk dat inderdaad. En het is heel tof dat Ubisoft nu... If you can't beat them, hire them. Let's give them money. Inderdaad, maar het is wel heel cool dat Ubisoft inderdaad een beetje bij die gasten heeft aangeklopt van jongens, weet je wat wij doen in Watch Dogs, klopt dat? Ja. Weet je wel, is het uit de lucht gegrepen? Is het wetenschappelijk verantwoord? Nou ja, precies. Ja. En de grap is inderdaad dat die gasten ook echt hebben gereageerd met dingen van nou, hier moet je bijvoorbeeld een bepaald woordje veranderen, want dat klopt niet. Ja. Weet je wel, of deze manier van hacken kan niet en dus moet je het zo aanpakken. Dus Ubisoft heeft het echt aangepast. Naar aanleiding van... Maar staat er ook bij wat er niet goed was en voor feedback? Nee, daar doen ze nog een beetje geheimzinnig over, dus dat weten we niet. Maar het is in ieder geval cool dat ze al aankloppen gewoon bij gasten die echt weten hoe dat werkt. Ik had trouwens laatst wel een echt Watch Dogs moment, niet dat ik zat te kloten op mijn iPhone, maar ik was in de stad en je hebt toch van die... Van die palen die zitten in de grond en die komen precies naar boven, zodat er geen auto... Ja, inderdaad, het zat in de trailer. Een van die palen was gewoon in de grond en ik zag een gast aanracen op zijn scooter, maar ik weet niet wat om die palen was. Die ging zo naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. En die gast ging keihard op zijn bek omdat hij die paal moest ontwijken. En ik zat echt zo van... Ja, meestelijk. Oh, dat is echt gek. Echt gebeurd. Heel vet dat het kan, Maar daardoor heb ik juist een beetje zin gekregen in de game ook. Omdat ik zoiets heb van, dat zijn wel hele creatieve manieren om mensen te laten. Het is natuurlijk ook allemaal vrij, het komt dicht in de buurt, zeg maar. Hè? Ja. Het is natuurlijk wel een beetje een long shot, maar uiteindelijk komt het dicht in de buurt. Dan kan je het je voorstellen dat je het zelf misschien in de toekomst zelf zou kunnen doen. Precies. Hey, 10 jaar geleden zou ik niet eens geloven dat ik op mijn telefoon het nieuwste Daft Punk album gewoon gelijk kon luisteren of zo. Ja. Of dat er virtual reality bril aan zat te komen waar wij oma's zelf zoiets hebben van holy daarom, shit. Daarom, dus wat gebeurt ik hier? Ik vind het niet raar dat mensen in de toekomst misschien wel gaan hacken op dit ding.
dat ze mij op mijn bek laten gaan als ik op de fiets ben. Ik heb het net natuurlijk over de Oculus Rift. Gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Ja. En als laatste nieuwtje hebben we Take-Two. Die werkt namelijk aan een baanbrekend nieuw IP voor de next gen. Ja, onder andere inderdaad. Het is het einde van het fiscale jaar. Dus alle grote partijen die laten weten, of laten de cijfers weten, zullen we zeggen. Take-Two heeft dat ook gedaan. Die heeft $30 miljoen verlies gedraaid. Maar ze hebben er wel ook bij gezegd van nou, hè, de periode die nu aankomt, dat wordt booming. De afgelopen periode zaten echt op onze reet. Precies, weet je, er kwam niet heel veel uit. Toen. Ja. Ja, we hebben 30 miljoen verlies, maar... Maar he, GTA komt eraan natuurlijk, dus die gaat die 30 miljoen op de eerste dag alweer goed maken, denk ik. Ja. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar het budget van GTA. Ja, dat is gigantisch. Wordt dat niet bekendgemaakt? Ik wil het niet weten. Ik word gewoon een beetje... Nee, voor een heleboel games weet je het niet. Soms wordt het wel eens bekendgemaakt inderdaad. Vooral Sony die laat het nog wel eens weten. Ook inderdaad met zo'n marketing eroverheen. Ja, 20 miljoen en weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk dat je toch wel richting de 100 miljoen gaat voor een game als GTA. GTA 4 was toentertijd ook de duurste game ooit ontwikkeld, toch? Nou ja, precies. Ja, dus een hele hoop centen in ieder geval. Maar heeft Take-Two nog gezegd van dit wordt baanbrekend op die manier? Of je moet een beetje dit soort game verwachten? Of hebben ze puur gezegd van we gaan iets baanbrekends maken? Nee, het enige wat ze hebben gezegd inderdaad is dat het baanbrekend is. En dat ze en aan nieuwe IP's werken. Ja. En aan vervolgen op games die we al kennen. Dus dat zou kunnen betekenen dat GTA inderdaad alsnog ook naar de next gen zou komen. Misschien is het een game waarin je een hamer hebt en je moet een autobaan breken. Nee, laat me, sorry, het heel slim. Ik hou mijn mond. Ik hou mijn mond. Dus dat kan. En zelf hoop ik eigenlijk op een nieuwe Midnight Club. Die hebben we echt al een tijd niet gehad. Oeh, ja. En het was echt een hele toffe race game. En ik voel er wel wat voor. Precies. Ik voel er wel wat voor op de next gens. Dus wat het is, dat weten we niet. Maar ze laten wel weten ze dat het fiscaal 2014... Sam, toch? Ja, inderdaad. En van alles doen ze. Serious Sam, man. Ik wil een Serious Sam awesome. GTA crossover. Dat je gewoon in San Andreas of zo allemaal monsters moet knallen. Goed, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar... Take-Two heeft ook laten weten dat ze definitief niet op de E3 zullen zijn. Ja. Dus waarschijnlijk geen GTA voor ons. Nee, maar dat zijn ze eigenlijk nooit. Ze zijn eigenlijk nooit op de E3. Nee. Ze hebben het ook niet nodig. Ze kiezen om hun eigen momenten. Ja. Ja. Nintendo ook niet, dat wordt echt een interessante E3. Ja. Ja. Laten we verder gaan met de daadwerkelijke show. En dan beginnen we natuurlijk met de Oculus Rift. Een bril die zo echt is dat je het gevoel hebt dat je in de game zit. Daar hebben we natuurlijk allemaal wel een keertje van gedroomd. En als je battle het wordt nu echt werkelijkheid. De Oculus Rift, dat moet het worden, Florian. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Inderdaad, het leeft al een soort van jaren in gamers hoofd. Van wanneer kunnen we eindelijk een bril opzetten dat we echt midden in die game staan. En het lijkt erop dat het heel binnenkort gaat gebeuren. Die Oculus Rift die gaat lekker. Het is begonnen natuurlijk als Kickstarter en ze hadden $250.000 nodig. Die hebben ze in 4 uurtjes hadden ze die bereikt. Ja. En uiteindelijk hebben ze dik 2,5 miljoen opgehaald. En het gaat erg hard met die Oculus Rift. Een heleboel developers die hebben al laten weten dat het fantastisch werkt. En dat ze er echt iets mee gaan doen. Ik kan me nog herinneren dat toen Nintendo de Revolution had aangekondigd, nog ver voordat ze zeiden van we gaan het de Wii noemen, was er een gast, volgens mij een Spanjaard, die had een conceptfilmpje gemaakt van wat hij dacht dat de Revolution zou worden. En dat is precies wat de Oculus Rift nu is. Precies, dat heette toen de Nintendo One, dat was natuurlijk nep. Maar de Oculus Rift is precies dat. En ik zag dat filmpje jaren terug van het Nintendo ding. En ik had zoiets, dat is wel wat ik uiteindelijk zou willen. Een soort virtual reality bijna. Gewoon, wow, holy shit. Ja, het is het eerste inderdaad. Ding wat echt zo goed is. Ja, dat is het inderdaad. Weet je wel. Het is al vaker geprobeerd. Maar de techniek liet het nog niet echt toe om het echt één op één, weet je wel, en zonder vertraging enzovoort. Zonder dat je maar wat maakt deze bril nou echt zoveel beter dan al die andere pogingen die... Ja, letterlijk, deze werkt. Dus inderdaad, er zit echt bijna geen vertraging in. Dus echt, als jij met je hoofd beweegt, dan gaat het beeld acuut mee. Dus er zit geen en als je omhoog en omlaag? Omhoog en omlaag ook. Je kan 360 graden om je heen het kijken. Het beeld is ook groter dan bij de meeste. Het is 90 graden horizontaal en 110 graden verticaal. Dus als jij gewoon zo voor je kijkt... Dus het ding is fucking heet. Sure. Nou, het ding is meer bij die oude apparaten, dan zag je wel duidelijk van daar houdt het scherm een beetje op. Nu is het bijna om je ogen heen. Ja. Zodat dus inderdaad, als jij gewoon recht voor je kijkt, je zou met je ogen helemaal om je heen gaan kijken. Ja. Overal zie je beeld. Ja. Ja, volgens mij hebben we ook wel wat beelden van mensen die met dat ding spelen. Want ik heb net ook al echt oma's gezien. Dit is het meest fantastische filmpje inderdaad. Oh, wat is dit? Hij wordt duizelig. Hij zit in een achtbaan. Nee, weet je wat het is?
Het ding werkt zo goed dat je lichaam daadwerkelijk denkt dat je aan het bewegen bent. Het is zo'n brain fuck. Ja. Kijk, als jij dat ding opdoet en je hebt zelf die controller vast en jij doet met je knuppeltje naar rechts, dan, weet je wel, dan weet jij van nou, hé, ik druk naar rechts, dus het beeld gaat naar rechts. Maar op het moment dat... Ja, precies. Ja, holy shit. Ja, daarom moet je dit ook echt zittend doen. Je moet op niet het moment staan. Dat iemand anders voor jou beweegt, dat geeft zo'n brain fuck af. Heb je wel eens dat als je bijvoorbeeld achter in de auto zat en je was op, iemand reed op de snelweg en jij zat gewoon achter in de auto om een boek te lezen dat je hoofdpijn kreeg of zo? Ja. Dat komt omdat je lichaam zeg maar weet dat hij beweegt, maar jij zelf doet niks. Jij zit gewoon te zitten. En heel veel mensen hebben dat dus keer 10, zodat ze de Oculus Rift op doen. Ja. En dan gaan ze helemaal... Precies. Dus je moet lekker op die stoel gaan zitten inderdaad. Je moet gewoon gaan zitten. Nice. Ja. Ik had ook gezien van zo'n oude chick, die zat in, met die Oculus Rift. Ja, die oma inderdaad. En, maar die deed ook echt in die achtbaan, die deed ook echt zo wow. Ja. Weet je, hetzelfde gevoel dat je in een achtbaan hebt, kan dat echt? Kan je dat gewoon echt? Ja. Dat het zo echt is? Dat is wat de hersenen interpreteren, vriend. Dat precies, is zo krachtig. Je nept je brain echt gewoon. Weet je? Alles in je zegt, je zit in die achtbaan, maar je staat stil. Dus je lichaam die gaat erop anticiperen. Ja, je gaat gewoon op je bek. Oké, welke games zouden wij met dit ding willen spelen? Ja, dat is wel een beetje een dingetje. Eigenlijk is de Oculus Rift alleen maar geschikt voor first person. Want hoe ga je die illusie is het beste. Nou ja, precies. Ja. Weet je? In third person, als je nog je character ziet staan, dan zit je er alsnog naar te kijken. Ja, precies. Nou, maar ik denk dat het wel grappig is om ook third person games te spelen. Alleen daar heb je echt het gevoel dat jij het mannetje bevelen geeft. Alsof jij achter het mannetje aanloopt. Dat jij echt die camera bent. Of dat jij de camera bent, de cameraman die meeloopt. Precies. Ja. Maar dus in principe alleen first person, dat werkt perfect. Dus inderdaad, first person games. Weet je Zie, iemand zegt sowieso Slender. Oh, ik ga zo nog geen survival horror ding spelen. Nee, maar echt, dan heb je al het gevoel dat je er middenin zit. En dan krijg je ook nog eens echt van die, bijvoorbeeld in Half-Life, krijg je van die headcrabs op je kop. Ja, ik ging al helemaal kapot toen ik dat Half-Life speelde. Half-Life 2 is nu te spelen met de Oculus. Ja, dat is toch te gek. Ik denk dat ik het eerst wil opbouwen met wat rustigere games. Precies. Misschien ook dan naar de survival horror. Maar je wordt er denk ik ook onwijs misselijk van dan, denk ik. Nee, die gast die dat allemaal heeft ontwikkeld, die Lucky Palmer, die zegt ook inderdaad van dit moet je een soort van trainen. Ja. En inderdaad, weet je ogen en je brain, het heeft het gewoon nog nooit meegemaakt dat je stil zit, maar dat alles in je zegt niet beweegt. Ja. En dus dat moet je een beetje opbouwen. En het is een beetje vergelijkbaar met 3D kijken, weet je, met zo'n bril. Dus het begin ook een beetje raar. Maar ook met drummen. De allereerste film die 3D keek, jongen, ik had zo'n knallende kop. Ik heb de eerste 15 minuten op mijn 3DS waren ook zo'n, ik kijk schil, maar nu is het... Het is even weird inderdaad, maar je bent er... Heb je dan ook een slidertje? Nee, dat niet, nee. Maar als jij je hersenen kan herprogrammeren om te drummen met twee handen terwijl je met je voet iets anders doet, kan dit ook spelen. Het Baksteen Henk zegt een neukspel. Ja, nou ja, dat kan ook. Dacht ik ook. Porno wordt wel heel erg interessant zo. Ja. Misschien nu nog een goede controle. Nou, ik hou me. Ja, precies. Ja. Kont. Dus dat biedt mogelijkheden. Maar zijn al die games, zijn die allemaal backwards nog eens een keer compatible te maken voor die Oculus Rift? Ja, is het wel echt een hele aparte manier van programmeren? Het schijnt vrij simpel te zijn. Je moet inderdaad gewoon de resolutie aanpassen en je moet het scherm eigenlijk aanpassen. Dus wat je ziet. Maar er zit toch ook een 3D effect in? Ja, zeker. Maar moet je dat dan niet, programmeren? Ja, ik weet het, ik heb geen verstand. Het is gewoon, er zit één scherm in, maar omdat er twee lenzen in zitten, krijg je op elk oog krijg je... Dat is wat de 3DS doet eigenlijk. De 3DS doet dat ook. Dus het beeld is in twee gesplitst. En daardoor krijg je op elk oog krijg je echt een ander beeld. En het voordeel daarvan is, omdat het zo dicht op je oog zit, dat het 3D effect is nog veel sterker als in de bioscoop of maar ik kan me wel herinneren op die Kickstarter pagina dat id Software zei van wij gaan echt developen voor de Oculus Rift. Ja. Dus ze gaven wel de implicatie van we moeten de software er wel op aanpassen. Zeker, die John Carmack die is heel erg fan van de Maar dat is toch denk ik hetzelfde als met 3D. Ik bedoel, je hebt toch gewoon films die worden gewoon geschoten. Achteraf, inderdaad. Jurassic Park. Ja, maar dat is inderdaad een stukje software die ze eroverheen flikkeren. En dan genereren ze eigenlijk het andere beeld. Ja. En dat hoef je hier nu niet te doen, want daar heb je al software voor games. Weet je, dat is echt letterlijk met een druk op de knop en alles is 3D. Ja. En het enige is inderdaad, weet je, dat echt het gezichtsveld moet aangepast worden. Want anders dan krijg je alsnog een soort van breedbeeld. Ik kan me herinneren, Sony had vroeger een soort futuristische bril en dan kon je een soort breedbeeldscherm zien, wat er heel tof uitzag. Dat is eigenlijk gewoon een tv op je oog. Ja. Dat was hun idee, dat je dan een soort van 84 inch tv simuleert. Als een brilletje had. Alleen dit is echt gewoon inderdaad, wat je al zegt, weet je wel, overal om je heen in beeld. Dus fantastisch meer. Een snowboard game of zo. Ook weer in first person, fantastisch. Maar als je...
ik denk dat de toekomst is dan weer in combinatie met een soort van Kinect-achtige... Nee, de toekomst iets, is in combinatie met dan een ding dat je in je neus doet, zodat je ook dingen kan ruiken. En dat noemen we dan de Oculus Rift. Dat is dan gewoon, dat wordt de echte next-gen... Inix die zegt trouwens dat het al bestaat, een erotische game. Oh, Sinful Robots. Voor de Oculus, ja? Ja, zegt hij. Sinful Robots? Nou ja, één bron is geen bron, jongens. Dus als iemand nog een keer zegt, dan is het echt is het robotporn? Ik weet het niet. I could live with that. Het lijkt me in ieder geval echt super fantastisch. Ja. Vroeger zat ik al altijd over nadenken. Van, ja, dan, als je dan iets zou hebben, een soort van lopende band, die alle kanten op lopende banden, dat je dan ook loopt. Je hebt al een dude inderdaad, die heeft dat gemaakt. En die staat echt met een Oculus Rift op in een soort van rondje. En die gast die rent op een loopband en hij rent in de game. Ja, maar in de jaren 90 had je die virtual reality kasten in oude arcades. Op megaprestatie en zo heb ik dat gedaan. Precies. Ja. En dat is super vet. Een beetje denken aan het holodeck in Star Trek. Juist, ja. Danger Room in Excellence. Goed, laten we deze toekomstmuziek achter voor andere toekomstmuziek, namelijk de PlayStation 4. Ja. Iedereen was precies een minuut in rap en roer toen de PlayStation fake reveal. Het wordt steeds korter, hè? Ja. Wanneer was dat afgelopen nacht? Is het gebeurd? Ik zag het in gisteravond. Gisteravond, beginavond. Ja. Het was een hele vette reveal. Dat is het hele ding. Ik was op Twitter en ik zag we hem iemand. Volgens mij, dus. Ja, iemand die postte op Twitter van mogelijk. Is de design van de PlayStation 4 gelekt omdat deze reclame is uitgekomen. Ja. Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar de reclame is wel dusdanig professioneel en een beetje in dezelfde stijl als wat Sony zou doen, dat het misschien toch wel geloofwaardig is. Ja. Toch vind ik het iets meer under your skin dan Sony ooit zou doen. Nee, maar de muziek en een beetje toch wel dat bijna dat abstracte met die gezichten en de lichten. Ja, en dan die, ja dat klopt allemaal. Dat klopt allemaal heel erg. Ja, ja. Totdat ik dus die beelden voorbij zag komen en van hoe de console eruit zag. Die console die ze laten zien, een soort zwart kastje met zo'n blauw tronlampje erin of zo. Dat ziet er zo uit als iets wat inderdaad een iemand die niet in design zit als mock-up gaat maken. Ja, dat is in Back to the Future, zeg maar, 2013 gaat en de laten zien en nee, maar ook toen ze dingen lieten zien van ja, zo denken wij dat de Revolution eruit gaat zien. Of de PlayStation 3 zelfs toen de tijd kreeg je dat soort dingen te zien. Ja. Met van die rare blauwe lichtlampjes en een hele soort van rond afgewerkte doos. Maar ik vond het niet mooi, die mock-up design van... Ik vind het soort van... retro begin jaren 2000 mooi, En jij? Op zich vond ik hem er wel strak uitzien, maar ook ik zag van... Ik vond hem huge uitzien. Het was echt een gigantisch... Hij was echt heel erg dik, vooral. Nee, valt echt wel. Heb ik dan al verkeerd gezien? Ik heb de originele PlayStation 3 nog thuis staan. Ja, precies, ik kan alles hebben nu qua dik en groot. Maar ook qua design vind ik dat nog steeds best een mooie console. Dus wat dat betreft... Weet je wel, ik vind hem er wel strak uitzien. Wat, de originele PlayStation 3? Ja. Ja, ja. Maar ook dit nieuwe design, weet je, wat dus inderdaad net blijft. Maar oké, de 21ste komt Xbox. Trouwens ook een fake... dat logo, ja. Van Infinity. Ja. Ja. Zou die echt zo gaan heten? Nee. Nee? Je bent zo overtuigd? Wat wordt het dan? Ik denk dat het gewoon de nieuwe Xbox wordt. Gewoon Xbox, klaar. Ja. Hetzelfde als wat Apple een beetje doet. Weet je wel, ze hadden al een beetje dat gezeik met PlayStation 3 en eigenlijk was het de Xbox 2. Ja. En dat kan er niet en dus moesten ze iets anders verzinnen zodat het gelijk staat met de PS3. Dus deden ze 360. Dus dan moeten ze, precies, dus 360 en dus moeten ze het nu dan Xbox 4 something noemen. Nee. Hoe vet zou het zijn, Infinity gaan ze nu doen, maar hoe vet zou het zijn als ze X houden, maar dan in plaats van box dat ze een ander woord nemen. Like de Xenon Circle. Niet de X-Circle, maar ja, ik weet niet. Ik zou het wel balsy vinden. En mijn punt is natuurlijk wel, we zitten nu in een hele interessante periode eigenlijk. Ja. Hè? Als gamejournalisten zijn. De nieuwe Xbox wordt binnenkort aangekondigd. Ja. De PlayStation 4 is aangekondigd, maar we hebben hem nog niet gezien. Nee. En over het algemeen zat ik echt zo over na te denken. We hebben de controller gezien. Hey. Ja, maar over het algemeen zat ik echt over na te denken van holy shit man. Dan ga je het revealen en dan krijg je hem niet te zien. Ja. Totdat ik vandaag ineens bedacht. Misschien iets laat. Maar het is wel echt een fucking grote troef die ze nog hebben. Waarmee ze Microsoft de loef af kunnen steken. Ja. Nee, het is niet per se echt een troef. Ik bedoel, want ja, het is de console, het is een ontwerp. Maar het is wel een soort van bam, weet je wel, hier is het. Misschien komt het ook, wat ik hoop, dat het niet alleen een console is. Dus is dat de console ook iets kan, wat je niet in een controller kunt doen. Hardwarematig. Wat ze nog niet hebben verteld. En dat ze hem daarom ook nog niet hebben laten zien.
bijvoorbeeld, ik een hele tijd geleden zag ik een filmpje, volgens mij was dat wel vanuit Microsoft, maar van iets dat de projectie... Illumiroom. Ja, de Illumiroom, ja. Dat fantastisch ook. Dat was fucking geweldig. Super vet. Ja, dat maar eigenlijk dat die nieuwe Xbox dat gaat ondersteunen. Dat zou vet zijn. Zeker. Maar wat als de PlayStation 4 ook zoiets heb je dat gehoord? Praat ons even bij. Ik weet het wel, maar... Illumiroom is een beamer samen met Kinect. Ja. En Kinect scant jouw kamer in en daarna gaat die beamer... om je tv heen. Precies. Ja. Dus alles wat er op jouw tv gebeurt... wordt uitgerekt tot op de muren zelf. Ja. Zodat een beetje... Philips heeft die tv die met zo'n rand die meekleurt. Ambilight, dit is een soort keer 1000 versie daarvan. Waarbij het ook echt, als je in de randen van het scherm, als je daar als je daar planten hebt, zie je die planten ook echt op de muur verschijnen. Want het wordt al geprojecteerd. Er kunnen dingen uit je tv vallen in je waardoor kamer. De realiteit van je scherm in je huiskamer komt. Ja. En wie weet heeft de PlayStation 4 in zijn apparaat ook een dusdanige nieuwe feature dat alleen vanuit de console kan komen. Stel dat die PlayStation 4 exclusief de Oculus Rift ondersteunt, hè? Bam! One hit KO! Perfect! Oeh. Op de chat gaat nu trouwens een gigantische brainstorm los over de mogelijke naam van de Xbox. Ja? Een korte bloemlezing. X dildo, X bier, X station, X don't buy this. Ik had niks anders van jullie verwacht. Ja, dank je wel. Fantastisch, jongens. Heel goed. X-ilofoon. X-ilofoon. Wie was dat? X-ilofoon, ja. Very nice. HD Prez. HD Prez, je bent de baas. Ja, jongens. Ja. Nee, het wordt natuurlijk heel interessant de komende tijd. Hè? Ja, wat gaat er gebeuren? We hebben net een lijstje gehad van de nieuwe Xbox. Welke games die er misschien bij komen. Ja. E3 wordt echt de Clash of the Titans gaan. Wordt echt gruwelijk. Ja. Het is een hele spannende periode, maar ook een beetje een droevige voor mij. Omdat ik denk dat dit ook wel echt de laatste generatie consoles wordt waarbij we letterlijk nog een fysieke console onder de tv gaan hebben. Ik denk dat het hierna wel echt streamachtige dingen... Zou het je daarna nog echt een reet uitmaken? Dat is de vraag. Dat is de vraag inderdaad, als er andere... Oh nee, uiteindelijk het gaat om games. Zolang ik gewoon vette games kan spelen, maakt het mij niet uit of het in mijn oor geüpload wordt of dat ik het op de tv doe. Dat maakt me verder niet uit, maar het is toch wel vanuit een nostalgisch oogpunt. Ja, er is ook een discussie gaande over het verdwijnen van een ouderwetse controller eigenlijk. Hoe staan jullie er tegenover? Jij wordt de controller. Misschien inderdaad de controller zoals we het nu kennen, houdt het misschien wel op, ja. Alleen... Ik ben er wel van overtuigd dat gamers nog steeds gewoon lekker op de bank willen zitten met iets in hun hand en niet per se dat allemaal met motion moeten doen ofzo. Aan de andere kant... Back to Future 2. You have to play with your hands. Maar aan de andere kant, weet je, die Oculus Rift, daar zie je dus ook al aan dat eigenlijk een normale controller niet zo heel goed werkt daarmee samen. Dus er moet iets ontwikkeld worden. Ja, ik zag wel een gast die was met de Oculus Rift bezig en dan had hij een soort van geweer gemaakt van een Wiimotion controller. Ja, precies. En dus hoeft hij niet meer met het rechte knuppeltje, maar kijkt hij gewoon om zich heen en zo gaat de camera. Maar dan moet je wel dusdanig veel sensoren om je heen bouwen. Ja, het is, wel overal, ja. Het is nog een beetje gekhuis. Het staat echt in zijn kinderschoenen. Alleen, die kant gaan we wel op. Ja. Als ik Bruce Wayne was en heel veel geld had, dan zou ik hier geld in stoppen. In de ontwikkeling van nieuwe game controllers. Hey Jit, zeg tegen Samuel dat hij ook baas is. Xylofoonman, ik weet niet meer hoe die heet. Xylofoonman, ja, dope. Dankjewel. Bij deze dan. Ja, heel tof. Cool. Nou, hebben we verder nog iets? Ja, mag ik nog een heel klein scoopje erin gooien dan? Het schijnt dat, weet je wel, Sony die heeft aangekondigd dat die PlayStation 4 aan het einde van dit jaar uitkomt. Ja. Alleen hebben ze gezegd van, nou, Europa is nog niet helemaal zeker. Ja, dus de verwachting was eigenlijk dat we dat maart 2014 in Europa krijgen. Ja. Maar nou had Sony zo laten weten dat ook de PS4 ook dit jaar nog in Europa uit moet komen. Nee, en dat doen ze natuurlijk omdat, weet je wel, Microsoft die gaat natuurlijk straks knallen met die Xbox. Ja. En die gaat gewoon zeggen, november ligt die wereldwijd in de winkel. Ze pullen een appeltje en dan... Weet je wel, en dan is Sony in Europa gewoon fucked. Omdat dat duurt dan gewoon 4 maanden langer voordat die PlayStation 4 er komt. Dus dat is niet slim. Dus ik denk dat de PlayStation 4 echt ook in Europa dit jaar nog komt. Dus al die mensen die in die Chinese superfabriek aan het werk zijn, die precies van euro. Ja, die werken zich helemaal de tering voor €2 per uur ongeveer. Ja, en dan stort die fabriek in, zijn we 1000 euro. Dank voor de iPhone trouwens. Ja, precies. Ja. Nou, ik zag het vandaag trouwens dat Android gewoon 75% van de marktaandeel heeft op smartphones. Dus dat kan niet. Ja, is echt waar. Dat kan niet. En terecht. Dat kan niet. Is echt waar. Dat kan niet. Ik heb laatst nog... Het is echt waar. Nee, het is 75%. 18% is iOS is... 18%. Is dat 18% iOS? Wow, oké. I stand corrected. iOS is alleen Apple, hè? Ja, nee, dat weet ik. Android is alles. Maar weet je wat het marktpercentage iPhones is? Gewoon alleen de telefoons. Ja, 18% dus. Voor één
één merk telefoon. Dus dat is ja, heel veel. Netjes, absoluut. 75% Android? Ja, dat zou, ja, het zou best kunnen, zeker. Holy shit, belt. Nou, met deze discussie sluiten we PuLive af. Ik kijk even naar mijn editor die daar zit, want vandaag komt PuTV van Watch Dogs online. Een tripje die ik heb gedaan naar Parijs. Die komt vandaag online. En wanneer komt die? Over een uurtje is die online, dus hou Pupendrel in de gaten en check dat natuurlijk. En voor de rest, morgen is er nog een keer Jo Post natuurlijk. En dan zie ik, nou ik, dan zien we je om donderdag terug. En voor nu, fijne avond.